Welkom allemaal bij deze achter de schermen vlog bij de voorstelling Hoe licht kan een wolk zijn. En het is niet zomaar een voorstelling, het is namelijk de première voorstelling. En ik neem jullie heel graag mee backstage om te kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat op zo'n dag als vandaag. En ik neem jullie ook heel graag mee naar binnen, want ik begin het best wel koud te krijgen. Het is nu bijna 1:30 en over 2 uur gaan we al in première. Dus kom, ik neem je mee naar binnen. Het eerste wat mij opvalt toen ik dit prachtige theater binnenliep, is dat mensen in zo'n mooie trui als dat ik draag aan het opbouwen zijn. En nu weet ik toevallig dat ze aan het opbouwen zijn voor ons rampprogramma. Want bij deze voorstelling bieden wij naast de voorstelling ook nog activiteiten die je daarvoor en daarna kan doen. Maar wat precies? Dat gaan we eens even vragen. We zagen net Jesse al heel druk bezig met allemaal steentjes. Mm-hmm. En bij 3 typies. Maar nu vraag ik me eigenlijk wel heel erg af. Wat is de bedoeling daarvan? Wat is de bedoeling hiervan? Nou, de typies die horen bij het verdiepingsprogramma van Hoe licht kan een wolk zijn. Ja. En je kan hier op allerlei verschillende manieren eigenlijk een soort van testen en een soort van ervaren waar jij je rustig van wordt. En dat is dan voorafgaand aan de voorstelling? Voorafgaand of achteraf, dus kan allebei. Eigenlijk nodigen we mensen uit om gewoon een typie binnen te treden en dan te gaan ervaren. Ja. En we hebben hele mooie kaartjes, ja, waarin je uiteindelijk jouw fijnste manier van elke soort, zeg maar, mee naar huis kan nemen. Dat gaan we doen, dankjewel. Ja, nu we hebben gezien waar ze in de foyer zo druk mee bezig zijn, is het volgens mij tijd om te gaan kijken hoe het ervoor staat met de acteurs. Ik kom nu net aan in de artiestenfoyer en ik zie eigenlijk alleen sporen van aanwezigheid. Geen acteurs. Dat betekent dat ze al druk bezig zijn in de zaal. En daar hebben we Maaike. Maaike, hoe is het? Ja, het gaat goed. Ik moet nog wel een paar dingetjes doen. Dit is de hoed van de rand, of de rand van de hoed bedoel ik. Ik ben een beetje nerveus. Maar ik heb wel heel veel zin, dus dat komt goed. En ik ben op tijd nu nog, dus ik ga nog even door, oké? Radek, hoe staat hij ermee? Ik ga even nieuwe batterijtjes halen voor mijn trompet. Maarten is ook druk bezig? Ja. Ben je een beetje zenuwachtig? Nou, een beetje. Gezonde spanning. Gezonde spanning, ja. Nou, duidelijk zijn de acteurs hartstikke druk bezig met de laatste puntjes op de i te zetten en om op te warmen en voor te bereiden voor onze premièrevoorstelling. En omdat het een premièrevoorstelling is, bieden wij ditmaal iets speciaals aan onze gasten. Ik sta hier met Jannie. Die overval ik een beetje met deze camera. We geven mensen dropdassen. Ja, daarom. In de voorstelling wordt de hoofdrol gespeeld door een das. Ja. En ja, wat kun je dan beter omdoen dan een stropdas? Dan een heuse stropdas. Ja. Dat was het dan, backstage bij Hoe licht kan een wolk zijn. En wist je dat Hoe licht kan een wolk zijn is genomineerd voor de ZEP Theaterprijs en dat jij, nadat je hem hebt gezien, kan gaan stemmen? Mag je op deze link klikken en dan hopelijk tot ziens!